Hallo, ik ben Nico Roorda. Ik ga jullie inwijden in het lesblok van de Academie voor Deeltijd van Avans voor de opleiding Bedrijfskunde in het vak MVO, oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met een focus op toekomstgericht ondernemen, zoals je aan de titelpagina van deze clip kunt zien. Dit is lesdag 1 en daarvan de eerste clip van 2. Ik ga je laten zien wat allemaal van je verwacht wordt in de loop van deze les. En je zult zien om te beginnen hier wat de doelen zijn die bereikt gaan worden in de loop van dit lesblok. Om te beginnen betekent dat je aan het eind van het lesblok een behoorlijke basiskennis bezit op het gebied van duurzame ontwikkeling en van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, afgekort tot MVO. En bovendien, als je die kennis bezit, kun je er ook iets moois mee doen door het toe te passen en in de context te plaatsen van de organisatie waar je werkt en de branche waarin je werkzaam bent. Verder ben je tegen die tijd, aan het eind van het lesblok, vertrouwd met actuele thema's en ontwikkelingen in die gebieden, dus op het gebied van duurzame ontwikkeling enzovoorts, waaronder de 17 Sustainable Development Goals, afgekort tot SDGs. Bovendien heb je in de loop van dit lesblok een klein onderzoek uitgevoerd via een duidelijke structuur, waarover je verderop meer gaat horen, met betrekking tot MVO in de eigen organisatie en de mate waarin die organisatie klaar is voor de toekomst, dus toekomstbestendig is, resulterend in aanbevelingen, als het allemaal lukt een beetje, en een bescheiden plan voor verbetering van de situatie in je organisatie. Verder heb je dat allemaal vastgelegd in de vorm van een rapport dat voorzien is van een hele duidelijke, heldere structuur. Over die structuur ga je verderop ook meer zien. Je gebruikt bij dit lesblok een hoeveelheid materiaal en een deel daarvan is verplicht. Dat betreft om te beginnen het door mij geschreven basisboek Duurzame Ontwikkeling. Let op, dat moet per se de vierde editie zijn, die gloednieuw is in het jaar 2020. En de reden daarvoor is dat er in dat boek dingen staan die je absoluut nodig gaat hebben in de loop van dit lesblok. En die voor jou heel belangrijk gaan worden, want zonder die informatie kun je de opdrachten niet uitvoeren. Het boek is zelfs nog zo nieuw dat je het niet kunt bestellen via de reguliere boekhandel. De verwachting is dat het pas in de zomer van 2020 uit zal komen, dus dat is voor jullie te laat. En daarom is er een bijzondere regeling gemaakt. Je kunt het boek bestellen rechtstreeks bij de uitgever. En de precieze informatie die je daarvoor nodig hebt, die zie je iets verderop in dit filmpje. Nou, het tweede verplichte materiaal is een ander boek van mijn hand en dat heet FEA, op zijn Engels uitgesproken F-F-E-A, afkorting voor Future Focused Entrepreneurship Assessment. En dat boek hoef je niet te kopen, want dat kun je eenvoudig als een PDF gratis downloaden via Blackboard van Avans. Dan is ook nog verplichte leskost is de website die gaat over de SDGs, dus de Sustainable Development Goals, met name toegepast in Nederland en vandaar ook de naam van de website SDG Nederland. Daarnaast is er een hoeveelheid aanbevolen materiaal en dat betreft om te beginnen een notitie van het Planbureau voor de Leefomgeving, PBL. De titel zie je hier en daar staat ook een link bij. En als je deze presentatie niet als filmpje, maar als PowerPoint downloadt, kun je eenvoudig klikken op die link. Maar het kan ook nog gemakkelijker, want het betreffende document staat eenvoudig voor je klaar op Blackboard bij Avans. Ook heel handig om te gebruiken is een hulpmiddel bij het maken van APA-literatuurlijst. Als het goed is, heb je daar al les in gehad, maar daar verderop in dit lesblok wordt daar nog op teruggekomen. En SURF, een organisatie voor het onderwijs, heeft daar een handig hulpmiddel voor geschreven en ook dat kun je vinden op Blackboard. Nou, en er zijn nog wel wat meer dingen, zoals bijvoorbeeld, maar niet alleen maar, een overzicht over de relaties tussen de SDGs in het basisboek Duurzame Ontwikkeling. Dat heeft de vorm van een spreadsheet dat je kunt downloaden, alweer van de website. Iets over die SDGs even. Ik moet er even bij zeggen dat dit lesblok niet bedoeld is om alle theorie uitgebreid aan jullie uit te leggen, omdat we er als docenten vanuit zijn gegaan dat het basisboek Duurzame Ontwikkeling en dat andere boek over Future Focused Entrepreneurship Assessment zo duidelijk geschreven zijn dat je dat zelf kunt lezen,
vanzelfsprekend is er wel ruimte tijdens de lessen die online plaatsvinden om daarover met je docent van gedachten te wisselen. Maar echt het uitleggen van de stof, dat zal niet gebeuren. Dus je doet er goed aan om steeds voorafgaand aan een les de betreffende hoofdstukken echt heel nadrukkelijk en nauwkeurig zelf te lezen. Maar één ding pak ik er toch even uit, omdat dat heel centraal staat in dit lesblok. En dat is iets over de SDGs. Die zijn bedoeld voor de periode van 2015 tot 2030. En die bestaan uit een reeks van 17 doelen. De 17e is nu in dit filmpje even achter mijn hoofd verdwenen, maar hij staat terecht. En als je de PowerPoint, dus niet het filmpje, maar een PowerPoint bestand zelf opent, dan zie je ook die 17e staan. En die 17 doelen die zijn internationaal overeengekomen onder leiding van de Verenigde Naties. En er zijn heel veel landen en een tal van internationale en nationale organisaties mee akkoord gegaan. In Nederland bijvoorbeeld is er een SDG-charter opgesteld dat ondertekend is door alle hogescholen in Nederland. En je ziet daar bijvoorbeeld het allereerste doel, je ziet daar linksboven staan, no poverty, oftewel dat eerste doel betreft het uitbannen van de armoede in de gehele wereld. En als dat succesvol is, betekent dat dat er nergens in de wereld meer armoede bestaat in het jaar 2030. Dat is misschien wel erg optimistisch, maar goed, zo zijn die doelen in ieder geval geformuleerd. Wat dat voor Nederland betekent, die SDGs, dat kun je vinden op de website die ik al even noemde, SDG Nederland. En je ziet hier dan de titelpagina van die website, je kunt hem zelf opzoeken. En ik raad je aan om eens een keer er goed voor te gaan zitten en die website uitgebreid door te bladeren om te kijken wat je daar allemaal op kunt aantreffen. Er staan een hele hoop nuttige dingen en het is ook verplicht dat je op een of andere manier, door jezelf nader te bepalen, van die website ook gebruik gaat maken in de loop van je onderzoek. Nou, vanzelfsprekend wordt er in het basisboek Duurzame Ontwikkeling een hele hoop aandacht besteed aan onderwerpen die ook in de SDGs terug te vinden zijn. En hoe dat in elkaar zit, dat kun je in dit tabelletje zien, dat je hier dan even in het filmpje ziet, maar je kunt dit ook downloaden als een spreadsheet vanaf Blackboard. En dan zie je daar bijvoorbeeld dat als je het even van rechts naar links leest, rechts staat dan het basisboek Duurzame Ontwikkeling. En dan zie je daar 8 hoofdstukken staan, 2 x 4 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bijvoorbeeld, kennismaking met duurzame ontwikkeling. In dat hoofdstuk worden onderwerpen aan de orde gesteld die onder andere te maken hebben met de SDGs 2, 6, 12 en 15. En zo is dat verder opgebouwd, dat overzicht. En je kunt het ook andersom lezen. In datzelfde spreadsheet kun je ook dat als een pagina terugvinden. En dan zie je het juist gerangschikt naar de SDGs. Daar zie je bijvoorbeeld dat het onderwerp nummer 1, geen armoede, voorkomt in hoofdstuk 3, 4 en 5. En zo verder. Nou is dit een grove indeling, maar er is ook nog een veel preciezere indeling. Want die 17 SDGs die zijn nader uitgewerkt in de vorm van een lange reeks concrete doelen. Nu een voorbeeld van. Je ziet hier SDG nummer 1. Opnieuw, geen armoede. Dus het uitroeien van de armoede. En dat is uitgesplitst in een flink aantal targets. 1-1 tot en met, nou je ziet hier 1-5, maar het zijn er feitelijk nog wel meer. En bij elk van die targets zijn ook weer indicatoren toegevoegd. Soms is dat er maar 1, maar bijvoorbeeld bij nummer 1-2 zie je dat er 2 targets, dat er 2 indicatoren zijn, 1-2-1 en 1-2-2. En dat zijn dus manieren om vast te stellen in hoeverre de betreffende targets al gehaald zijn. Je kunt zien in de middelste kolom hoe de verschillende van die targets terug te vinden zijn in het boek. En bijvoorbeeld target nummer 1-1 krijgt aandacht in hoofdstuk 3, paragraaf 2. Nou, in feite is dat een veel groter overzicht en ik laat je hier in een flits even zien hoe het spreadsheet eruit ziet, dat je zoals gezegd op Blackboard kunt terugvinden. En dat betekent deze hele lange waslijst, die nu natuurlijk veel te snel gaat om te lezen en de lettertjes zijn ook te klein. Maar zoals gezegd, als je dit spreadsheet opzoekt, dan kun je het allemaal in detail terugvinden. Het is niet verplicht om dit spreadsheet te gebruiken bij je onderzoek of bij het schrijven van je rapport. Het is meer een aanbeveling. Als je details wilt vinden, dan mag je dit spreadsheet gebruiken. Maar het hoeft niet per se.
Nou, dan ga ik iets vertellen over wat er verwacht wordt dat je doet voordat de eerste lesdag plaatsvindt. Het eerste is, koop het boek BBDO, dat wil zeggen het basisboek duurzame ontwikkeling. Ik zei al, je kunt dat boek nog niet in de winkel kopen, maar je bestelt het in dit geval. Er is een speciale regeling getroffen met uitgeverij Noordhof. Op Blackboard, de link zie je hier staan. Op Blackboard kun je contact opnemen via een e-mail en dan bestel je het boek en dan krijg je dat thuisgezonden. Dat betekent dus ook dat je bij je bestelling je thuisadres moet opgeven. Je krijgt dat thuisgezonden voorzien van een rekening. Als je daarna die rekening betaalt, is alles dik in orde. En ik begrijp dat in dit filmpje die link niet aangeklikt kan worden, maar als je in deze PowerPoint ook als PowerPoint bestand tevoorschijn haalt van Blackboard, dan kun je op die link klikken. En dan kom je vanzelf in de goede Blackboard pagina terecht waar de instructies voor de bestelling staan. Mijn advies is, doe dat zo snel mogelijk. Want het is absoluut nodig dat je de hoofdstukken 1 en 2 van dat boek gelezen hebt voor de eerste les. Tijdens die eerste les wordt de inhoud van die twee hoofdstukken bekend verondersteld. Wordt dus ook niet uitgelegd. En je zult merken dat als je dan op dat moment die hoofdstukken nog niet gelezen hebt, dat behoorlijk lastig voor je gaat worden. Nou, verder kun je op Blackboard, op diezelfde pagina die je bovenaan ziet staan, nog allerlei andere dingen downloaden. Daar is ook dat tweede boek dat verplichte literatuur is, maar dat kun je gewoon downloaden als een PDF-bestand, het kost je niets. En verder kun je de rubrics downloaden, waarin precies staat aangegeven hoe je werk beoordeeld gaat worden. En op die rubrics wordt in een volgende les in detail ingegaan, dus dat doe ik nu nog even niet. Maar het betekent dat je daar heel exact kunt vinden wat je precies moet doen om een mooi cijfer te behalen voor dit vak. Nou, al die andere bestanden die ik net noemde, bijvoorbeeld dat document van het Planbureau voor de Leefomgeving en dat spreadsheet voor het overzicht tussen de SDG's en het basisboek enzovoorts, kun je er allemaal vinden. Alle PowerPoints voor elk van de lesdagen is er te vinden. Alle filmpjes staan daar, waaronder deze. En zo verder. Het is dus aan te raden om dat allemaal vroeg op te halen, zodat je het allemaal eens even kunt doorbladeren voordat de eerste les plaatsvindt. Het enige wat je echt in detail gelezen moet hebben voor de eerste les, dat zijn die eerste twee hoofdstukken van het basisboek. Nou, zo ongeveer ziet die website eruit, maar dat weet je waarschijnlijk zelf al, want ik vermoed dat je al heel wat gedaan hebt met de Blackboard site van Avans. En daarmee kom ik aan het eind van dit eerste filmpje. De rest van lesdag 1 wordt uitgelegd in clip nummer 2. Goedemiddag.